kerst. Dat ik met mijn familie ben. Stille nacht. Kerst betekent gewoon gezelligheid met familie, cadeautjes en ja, gewoon vreugde en liefde. Heilige nacht. Even stilstaan bij het leven. Dat weet ik niet meer. Dat was het. Voor alles wat positief is. Nadenken over de wereld. Met familie zijn en lekker eten. Om gezellig samen zijn, spelletjes doen. Familie, cadeautjes. Maar ook natuurlijk de geboorte van het kerstkind. En kerstkind brengt vrede op aarde. Wat is de vraag? Nou, ik vind kerst een beetje het feest van de lichtjes. Weet je wie het licht is met kerst? Meester Hedwig is het licht met kerst. Feesten. Oh. Liefde. Ja. Denk aan elkaar. Mijn kerstwens is dat alle leerlingen uit de vierde gaan slagen. Dat ik ga slagen, maar dat is niet tijdens kerst. Maar ik wil nog steeds dat ik gewoon ga slagen voor school. Meester Elmer is jarig met kerst, de tweede kerstdag. Hè? Dus even feliciteren allemaal. Met 2 voldoendes wegwerken en gewoon een voldoende staan, zodat ik op kan gaan naar de derde. Mijn kerstboodschap is dat ik... Dat ze in vrede kunnen verder leven. Heel veel kip mag eten. Mijn kerstwens is heel duidelijk, dat de mensen minder vlees gaan eten. Ja, kip. Ik zou een lichtje willen branden voor alle mensen die met kerst geen eigen thuis hebben. Dat iedereen een fijne en goede en gelukkige kerst heeft. Iedereen volgend jaar, slag met de examens. Vrede. Gezondheid. Geen ruzies meer. Geluk voor degene van wie ik hou, voor hier op school de leerlingen die het heel moeilijk hebben. Mijn kerstwens voor dit jaar is heel veel rust, gewoon echt rust, stilte. En realiseren waar het leven eigenlijk om draait en dat is dat je met z'n allen het doet. Een hele jaar al doe maar een bak herrie, echt rust. Ik hoop dat iedereen een fijne kerst heeft. Ik hoop dat anderen het ook beter hebben. Dat iedereen ontzettend uitgerust terugkomt van de vakantie. Doe je best, haal je diploma, maak jezelf en ons allemaal onwijs trots. Dat iedereen gewoon ervan gaat genieten. Dat iedereen op een gegeven moment ook op een blije manier het leven in kan gaan. Mijn kerstlichtje voor dit jaar is voor alle mensen die rondom kerst omkijken naar mensen die alleen zijn. Voor iedereen die naar mij wil luisteren. Cheyenne Snow! Cheyenne Snow, hoor. Voor ons docenten, maar ook voor de leerlingen. Bij de slinger in de boom hangen met kerstlichtjes. Iedereen een vrolijk kerstfeest, natuurlijk. Ja, ik ben uw kerstlichtje. Jij bent mijn kerstlichtje. Ah, dankjewel. Alsjeblieft, jongen. Ben jij die van mij? Ja, wat fijn. Een mooie kerst wens ik iedereen toe. Dat we er met z'n allen zijn voor elkaar. En natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar alvast. Oh ja, die was ik vergeten. Gelukkig nieuwjaar. Mijn kerstlichtje voor dit jaar is mijn oma. Klas K2B. Ze scoren fantastisch. Mijn vrouw is het kerstlicht. Ik hou van zijn moeder. Oh. Het is toch weer Erik Koelman. Heb ik een kerstwens? Ja, maar die zal nooit meer uitkomen. Nadenken over degene die weggevallen zijn. Dat ik kerst met mijn broertje kan vieren. Waarom zou dat niet kunnen? Omdat mijn broertje is overleden. Oh, meneer. Je moet er echt wel knuffel aan hun geven. Tessa, hou je taai en doe geen gekke dingen. Heel veel plezier. Ik zou zeggen, fijne kerst. Dat iedereen veel dingen mag ontvangen en veel liefde en zo. Lief zijn voor elkaar. Ja, dat is wat ik wil. Knip me eruit. Dat alle mensen die eenzaam en alleen zijn, mensen om zich heen weten te vinden. Die een straaltje licht in de donkere kerstdagen weten te brengen. Met iedereen gewoon een fijne kerst. We zijn toch één kerstlichtje vergeten. Kut.